Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een cam challenge voor jullie. Ja, ja, met de Emily ga ik een beest en knal ik iedereen naar de kloten. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ga er lekker van genieten. Terwijl we ondertussen een aantal dingetjes door gaan hebben. Want als ik naar de lijst ga kijken, dan gaan we alweer hard. In ieder geval... Tot nu toe is elke cam alweer gehaald met een ander wapen. Waaronder deze ook, de Emily. Ik heb heel erg mazzel met deze cam. Want hij valt binnen de 4 minuten. Dus dan is het de 4 minuten cam. In een party van 3. En dat is heel apart. Want we beginnen met een party van 4. Maar de vierde die gaat weg tijdens deze cam. En tenzij jullie zeggen van nee Giel, hij behoort tot een 4-man party. Zeg ik nee, hij behoort tot een 3-man party. Omdat hij al een geruime tijd weg was voordat de cam eigenlijk gedropt werd. Dus vandaar. Tenzij je echt zegt van nee Giel, niet doen. Dan streep ik toch de party 3 af. Hij is op strike zone gehaald. Die heb ik nu nog niet, had ik nog niet gehaald in de cam challenges. Dus dat is ook wel leuk. Dan kan ik die ook mooi afstrepen. En dan gaan we alweer hard naar eigenlijk alle soorten cammetjes die we hebben. Nu heb ik nog een vraag. Ik ga het eerst even anders doen. Ik ga eerst eventjes zeggen met welke attachments ik nou gebruik. Want de Emily heeft normaal gesproken best wel veel recoil. En die probeer ik te reduceren met silencer en met grip. En natuurlijk is grip daarbij het allerbelangrijkste. Dus... als je met de Emily, zorg ervoor dat je in ieder geval een grip hebt. Ik zeg ook silencer, want dat is nog chiller. Maar die grip is wel heel erg handig. Want je ziet hier zo dat ik redelijk gewoon goed op de target blijf, zeg maar. Het was ook echt mijn derde potje volgens mij dat ik met de Emily schoot. En toen had ik de cam al binnen. Dus dat was wel heel erg relaxed. Dat ik niet eerst 25 dagen nodig had om te schieten. Daarnaast zie je dat ook in de hoek dat Mr. Unox nu op een 10 killstreaks en... hoe heet het? Was het fake dropshot? Volgens mij wel. Oh shit, ik zat niet goed op te letten. Maar in ieder geval, mijn twee party members die gingen ook erg goed en lekker op een... Of het was Rebirth. Sorry, het was Rebirth. Ik zie het nu staan. Die gingen ook op streak en het had een triple bro cam kunnen zijn. Helaas is dat niet het geval. Dat is wel jammer, want dan kon ik die ook nog eens afstrepen. Want dan gaan we helemaal lekker snel door die challenges heen. En dan kan ik me straks gaan focussen echt op de alle speciale challenges. Die speciale challenges die wil ik dus ook live gaan doen. Ik had in het begin gezegd van, nou, ik ga pas de aflevering online gooien op het moment als ik hem gehaald heb. Ik wil er een kleine aanpassing in maken. Als ik live speel, want ik denk dat ik best wel veel afleveringen nodig zal hebben voor een aantal speciale dingen. Of in ieder geval een aantal niet een aantal afleveringen, maar een aantal keer proberen. En misschien vind je het leuk om toch een aantal van die afleveringen te zien. Dat ik die gewoon live op mijn kanaal gooi. In plaats van dat ik die weggooi als ik niet de cam heb gehaald. Mocht jij dat leuk vinden, dan moet je dat zeggen tegen me. Want dan ga ik dat doen. Dan kan die ook op twee verschillende manieren live gehaald worden. Live op de manier zoals wij de clan challenges doen. Zodat je mijn teammate zeg maar hoort als ik niet solo speel. Of ik kan het zeg maar gewoon zoals live en alleen maar live. Live is live. Trala. Op die manier, snap je? Snap jij hem? Oké. Laat even dat weten in de reactie. Die gozer die daar zat te leanen, die zat er echt dat hele potje, kan ik me herinneren. Echt veel campers. Kijk hier, daar was die weer. Ik vind tot nu toe de Emily eigenlijk wel heel relaxed. Ik twijfel nog of ik hem als relaxte LMG, meest relaxte LMG zou neerzetten. Want ik vond, die ene, hipfire only. Ja, Chainsaw, dat is hem. De Chainsaw vond ik ook erg relaxed en heel erg leuk om mee te spelen. De Elsat, daar ga ik nu mee spelen en tot nu toe vind ik die bagger. Maar misschien dat die dat nog verandert, want ik heb niet zo heel veel gespeeld de afgelopen dagen. Dus dit is weer echt mijn laatste cam die ik heb op mijn kanaal, zeg maar, eventjes, totdat ik een nieuw haal. Dus we gaan zien hoe lang dat duurt. Ja, daar is die. Toen ging ik dood meteen. Toen ging... iemand anders die had volgens mij net die cam net voor me gehaald. Hier dacht ik van ik ga slim zijn. Ik pak gewoon meteen een ander wapen.
Was geen goede keuze. Was echt geen goede keuze. Want ik denk, als ik nu een dubbel cam kan halen. Want op zich, die tijd is er. En dan ga ik speed en rushen en alles. En als ik dan die cam kan halen, dan heb ik een dubbel cam. Zo zat ik te denken. Maar ja, ik denk wel eens vaker leuke dingen. Die uiteindelijk niet goed komen. Nou, dan hoor je, zie je hier de cams ingaan. Dan ga ik hem ook afsluiten. En dan zeg ik, jongens, meisjes, vergeet niet te liken, te reageren. Ik reageer op 99,9% van alle berichten. Als het is ongeveer, als je een percentage eraan zou vastzetten. Dus doe dat zeker, dat is leuk. Het is alleen maar gezellig, het is alleen maar gezellig. En dan zeg ik, vergeet niet te liken, dat is belangrijk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye, later, tot ziens en doei.